Ja, ik moet wel opletten, want hij heeft echt een dikke gun vast, zeg maar. Hij gaat ernaar. Hij stilt gewoon bij een auto. Nee joh. Man stil bij een auto. Jongens, pak hem. Man stil bij een auto. Wat mensen, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer LSP de VAR. Ook zoals je ziet, vandaag undercover. Ik heb ook daarbij het nieuwe uniform aan van de politie met het undercover. Dus dat vallen wij iets minder op. Daarbij heb ik dus ook een motoruniform. Dus binnenkort ook een dienstje op de motor. We gaan gewoon lekker beginnen vandaag in de Passat. Voor een mooie, fijne wagen vind ik gewoon lekker simpel. Maar hij is prima. Nou, we gaan vandaag gewoon hier dus in een dienstje draaien. Ik zal even het licht laten zien. Ook wel heel erg teken natuurlijk stopteken erbij. Als ik hem even mag laten zien. Voor en achter. Dus dat is wel heel erg dik. En dan gaan we wel lekker beginnen. En we hebben een melding van een achtervolging die nou gaande is. Dus daar gaan wij dan met een Prio 1'tje op af. Ik heb niet doorgekregen over wat voor auto het ging. Maar ik denk dat wij het wel gaan zien. Je zou hier ergens achter moeten zijn. Dus dat valt dan wel op als daar iemand naartoe rijdt. Zo te zien is mijn collega's ook aanwezig. Oh, het is een beetje een SUV dingetje, zo te zien. Oh, nee, gaat nou net open, hè? Precies wanneer ik dan weer hem klem wil zetten. Dat is dan wel heel naar. Crash, crash. Uitstappen, jij klauwen laten zien. Of wordt getaste. Ik zou je handen laten zien. Bij iedere verdachte beweging wordt u getaste. Ja, dan ga ik er aanhouden. Eenmaal aanhouding. Kijk eens aan, perfect. Dan ga ik u even fouilleren. En daarbij dan laat ik ook even kijken wie deze persoon is. Dus dat ik de ID heb. Nou, je hebt in ieder geval genoeg dingetjes bij waarom die eigenlijk wil vluchten. Dus dan is het op zich wel... Ja, dan in ieder geval, we hebben de reden gevonden. Waarom zij eigenlijk aan het vluchten is. Zo, transport erbij. Ik weet niet of deze collega's het maar meenemen. Zo te zien wel. Is helemaal goed. Ik word wel helemaal gek van mijn eigen sirene van de auto. Maar oké, ik laat het even zo. Even kijken, hier niet echt iets geks. Even kijken waar de auto ook of hier misschien nog gestolen staat. Nee, zo te zien niet. En dan maken wij even een arrest. Even kijken, dat is dan zij was het. Dan doen wij create arrest. En dan moeten we even kijken welke het was. Want het had wel... Nou, in ieder geval heeft niks gestolen. Hier ook niet. Even kijken. Simple assault niet. Heeft mij niet geslagen. Of iemand. Heeft wel iets van drugs bij zich. Dus dat is deze. Ik weet niet precies welke drugs het was. Ik dacht dat zij deze bij had volgens mij. Nee, ze had sowieso deze bij. Dat weet ik wel. Maar voor de rest laat het dan nog wel zien voor op het politiebureau, zeg maar. Dat we dan verder naar kunnen kijken. Voor de rest, ja. Niet echt iets, ja, reckless driving. Zo. Dan staat hij erop. En dan wordt de auto meegesleept. En dan zijn wij klaar met deze melding. We hebben een overval. Daar ga ik het Prio eentje op af. Het is hier niet heel ver vandaan. Nou, ik wilde niet mijn toeter indrukken. Ik dacht even... Zo hier ook weer lekker lomp iedereen hier rijden. Maar het gaat goed. Iedereen gaat tot nu toe nog netjes aan de kant. Dit is... I need more backup units. In ieder geval, ik ben bijna aanwezig. Kijk, daar is ook de collega die meerdere mensen nodig had. Oh, dat moeten we niet doen. Laten we eens even binnen kijken.
Ik denk dat mijn collega misschien hier binnen aanwezig is. Hoi. Kijk, daar is hij. Hoi. Even kijken, wie zie je hier? In ieder geval wil hij iets stelen of zo, wat ik kan. Nou, dan heb je hem toch wel goed aangehouden. En ik denk dat ik nou contact moet maken met hem. Dus in ieder geval, ze heeft hem proberen te overvallen, maar het is in ieder geval niet gelukt. Even kijken, kan je me vertellen wat er is gebeurd? Gaan we eens even kijken. Even kijken van een shift switch. Even kijken, I check the list. En heeft dus de vuilnis ook weggegooid. Even kijken, daarna kwam de sui binnen of zo, denk ik. En die just van even kijken, ze wilde wat sigaretten. Dus hij heeft hem proberen weg te laten gaan. Die turned out in één gun at me. Dus die heeft een in ieder geval een gun. In ieder geval, hij zegt iets met een speelgoedwapen of zo. Interpret, arrest him. Oké, dat is helemaal goed. En dan meld ik case met merg. Helemaal goed. Dan zit deze melding er voor nu op. Dus mijn collega heeft hier eigenlijk gewoon perfect gehandeld in principe. Dus dan doen wij request and callout. Oké, mijn collega heeft er wel beter moeite mee zoals ik zie. Het gaat goed. Collega moest even nadenken hoe die ook weer moest aanhouden, denk ik. Maar het gaat helemaal goed. Zelf hoef ik dan dus geen een aanhoudingsrapport te maken. Dus dat scheelt. Dat doet mijn collega wel. Dus dat is fijn. Ja, ik heb hier nou een busje staan. Die staat eigenlijk voor een oprit, uitrit. Dus daar ga ik wel even een boete voor geven. Ik weet niet of hier ook de persoon aanwezig is in de bus. Zo te zien niet. Ja, dit is wel echt een oprit, uitrit. Die nou aan het blokkeren is. Dus daar gaan we toch wel even een boete voor geven. Dus dan gaan wij naar de auto. Ik ga hem dan weer niet weg laten slepen. Dat ga ik dan weer niet laten doen. Even kijken. Vehicle. Dus dat is dan de bus. En hij mag in principe ook niet rijden. Dus dan ook weer. Misschien is er wel iemand anders natuurlijk gebruikt. En dan niet van hem. Even kijken. Parking. En dan moet ik kijken. Double parking. Disable spot. Sidewalk. Even kijken. Crosswalk. Even kijken hoe dat precies ook weer heet in het Engels. Disable spot. Oh, ik weet even niet precies hoe dat ook weer heette. Sidewalk als 6 ramp. Dan is dat denk ik deze, denk ik. Als ik zo kijk. Maar ik zal eens eventjes opzoeken. Nee, ik heb even gekeken. Was toch deze. Als ik zo in ieder geval keek. Dan is de boete hierbij ook gegeven. En dan gaan wij gewoon weer verder in dienst. En laat trouwens ook even weten in wat voor voertuig ik de volgende keer moet. Misschien undercover. Misschien markt. Binnenkort ook motor. Dus daar... hoef je in ieder geval niet meer op te vragen. Ik heb daar een hele mooie motor. In ieder geval de lichte motor heb ik. Ik heb ook de zware motor. Dus als jullie dat ook graag willen zien een keer met de zware motor. Laat dan ook even weten wat de lichte motor komt als het goed is na deze video. Dus dat is dan weer de maandag als het uit mijn hoofd gezegd. Maar dan weten jullie dat ook dat ook er weer aankomt. Even kijken. We hebben in van OC een... opdracht gekregen om iemand aan te houden, dus dat gaan wij ook doen. Even kijken, in ieder geval wordt gezocht door de politie. Mocht ik even die kniplicht even uitzetten. Even kijken, gezocht door de politie. Dus daar gaan we naartoe. Natuurlijk hebben wij daar in principe een perfecte auto eigenlijk voor. Dus dat is top. Kijk, daar gaat weer een busje vandoor. Denk van, jongen. Ze zijn wel lekker aan het uitdagen ofzo. Altijd net wanneer ik een melding heb, gaat er weer iemand vandoor. Denk je van, juist. Of het is weer datzelfde busje. Oh. Dit is altijd wel iets minder. Maar dan kan ik ook vrijwegen. Oh. Links, rechts geen trein. Dan ga ik gewoon rijden. Moet je eigenlijk niet doen. Kijk wat hier.
Rechts, links, vrij. Even een klein beetje gas erop. Yes. Ik ga trouwens wel even deze even weg doen. Zo, want anders glitcht er dadelijk bijvoorbeeld een melding of zo. Dat moeten we niet hebben. Dan zal ik mijn licht hier uitzetten, anders komt er wel heel dreigend over. En dan zouden we dit huis hier moeten zijn. Misschien is dat hem wel die hier aan het roken is. Ja, dat is hem zeker. Oh, hij is heel zwaar bewapend. Hij is zwaar bewapend. OC, zou ik een DZ-team deze kant op mogen hebben? En nog een helikopter, alsjeblieft. Ja, ik moet wel opletten, want hij heeft echt een dikke gun vast, zeg maar. Hij heeft een automatische wapen bij zich. Gaat hij naar mijn auto stelen? Ja, hij gaat ernaar. Hij stilt gewoon bij een auto. Nee joh. Man stil bij een auto. Jongens, pak hem. Man stil bij een auto. Nee joh. Yo, gast. Hij stilt gewoon bij een auto. Ja, dit is eventjes een vordering. Want hij is man stil bij een auto. Gast. Deze guy, jongen. Ik moet een snellere auto pakken. Yo, dit is wel echt wel random, joh. Sjoe, hij stilt gewoon mijn auto. Yo. Oh, dit is ook weer echt iets wat ik niet had verwacht. Ik denk van, oh ja, hij gaat mijn auto stelen. Ja, ik pak dan even een burgerauto, hoor. Ik heb hem even gevorderd. Deze guy, jongen. Hij stilt gewoon mijn auto. Wat erg weer, hè. In ieder geval, gelukkig zit de helikopter nog boven. En zit ook nog een collega achteraan. Yo! En hij is ook nog zwaar wapend ook, toch? Dat moet ik ook niet vergeten. Collega's deze kant op. Ja, ik ga er eigenlijk niet gelijk achteraan, voordat hij mij daar ook nog neerschiet. Dan is het helemaal een schande. Mijn collega's beginnen wel volop te schieten. Omdat hij natuurlijk, denk ik ook, op mijn collega's heeft geschoten. Yo, gast. Request pit. Kijk, dit is eigenlijk echt niet realistisch zo, maar... Blijft het spel, blijft het spel. Oh jee, wel erg dit zeg. Ga ze uit mijn auto, hé. Yo, gast, draai mijn auto. Zo, collega's, stop dan even met schieten, joh. Oh, uit. Doe maar gewoon schieten wanneer hij op mij schiet, hè. Dit kan echt niet. Ja, tegen die hier, tegen dat ding aan. Ja, laat die klauwtje maar zien, jongen. Ik wil hem ook aanhouden ook nu. Ja, laat die handjes maar zien, hoor. Nou, je maakt het wel moeilijk voor mij ook echt precies bij die auto staan, hè. Hier, jij bent de mijne, jongen. Sjoe, jongen. Laat gewoon mijn auto even stelen, joh, deze gek. Nou, jongens, wel toch wel bedankt voor jullie hulp, hé. Dit is wel echt erg, hoor. Door deze vent, jongen. Nou ja, ik heb hem tenminste. Ik heb hem weer. Ga ik weer fouilleren. Echt waar. Nou, kom jij maar bij mij mee, jongen. Doe ik wel even deze kant. Ja, nu kan jij wel weer in deze auto gaan zitten, maar lekker achterin. Dat vind ik een veel beter idee. Kijk, dat is gewoon karma. Die man hier. Is het gewoon met mij eens. Wat erg dit zeg.
Heel mijn auto zich helemaal naar de getver, maar dat kunnen we met een toverstafje oplossen. Even kijken, naar de dichtbijzijnse gevangenis alsjeblieft. Ja, ik neem hem nou ook gewoon zelf mee hoor, ik wil hem nou zelf in die cel proppen ook nou. Nu wil ik het doen ook. Ja, ga je achterin zitten, dat is zijn plek. Zo, mensen maken het hier wel een beetje lastig voor mij. Kijk eens aan. Ja, dit zie je ook niet iedere dag, zeg maar. Kijk eens nou, bij welke ding gaan wij? Nee, ik wil wel dan deze hebben. Die is iets dichtbij, iets makkelijker om te doen. Ja, in principe het hoofdbureau is eigenlijk het beste, maar dat is wel een stukje rijden, zeg maar. Oh, hier rijdt hij door rood, maar heeft hij geluk dat ik iemand bij me heb. Maar in ieder geval, ja, het is even een ander soort melding wat ik eigenlijk had gehoopt hoe die ging lopen. Maar het is goed gekomen, zouden we maar zeggen. Het is goed gekomen. En dan zijn wij ook weer bij het politiebureau. Dan gaan we even kijken waar ik me precies hier in kan brengen, volgens mij. Of de police station. Daar gaan wij zo parkeren. Ik weet niet of ik hem hier moet afgeven, zo te zien wel. Even kijken, escort. Nou, ik doe het lekker zelf wel. Gaan we die man eens eventjes hard aanpakken, ja. Een beetje mijn auto stelen. Goed terugpakken. Zo zeggen we dat maar gewoon. Oh, altijd die ladingsschermen is ook altijd ellende in het spel. Maar mijn GTA is gewoon helemaal gekapt en gecrashed. Dus in ieder geval, dan sluit ik ook hier maar gewoon veel af. Mensen bedankt voor het kijken. Toch een beetje een raar einde zo, hè. Dat hij nu met ook weer gelijk een crash. Alles werkt niet mee. In ieder geval, mensen bedankt voor het kijken. Vergeet zeker naar me doen. Vergeet niet te abonneren, het zal super tof zijn. En dan zie ik jullie later weer bij een nieuwe video. Later.